Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag gaan we eventjes weer helemaal iets anders doen. We gaan vandaag aan de slag met voorjaarsbolletjes, maar op een hele leuke manier. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar dan blijf je de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we hiermee aan de slag. Ja, echt eventjes weer wat anders. Superleuk. En we gaan met bolletjes aan de slag. Ik heb mooie hyacintjes en ook mooie blauwe druifjes. En het leuke aan dit stuk is, mocht je nou hyacintjes heel leuk vinden, maar je bent er wat allergisch voor, dan heb je er nu niet zoveel last van, omdat het in het kastje zit. Dus dat is natuurlijk super fijn. Dan kun je toch eens een keer met hyacintjes aan de slag. Ik zet deze nu eventjes weg, want we gaan eerst met de bolletjes bezig. Allereerst gaan we even overal de potgrond van de voorjaarsbolletjes afhalen. En daarna mag je de bolletjes even schoonspoelen onder de kraan. Dus dat het allemaal echt even helemaal schoon is. En je geen zand meer hebt. Bolletjes hebben de voeding van zichzelf al in de bol. Dus dat kan prima zonder het zand. Ik maak er al lekker een smeerboel van. Daar ben ik trouwens wel echt goed in. Ik ben benieuwd, kunnen jullie netjes werken als je aan het bloemschikken bent? Ik ben sowieso een grote chaot. Ook met bloemschikken. Maar het resultaat valt wel echt goed natuurlijk. Dus ik haal het zand er even af. De botteltjes mag je gerust laten zitten. En dat doe ik ook bij de blauwe druifjes. Lekker smeren. Ik spoel deze even af en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Is het tijd om aan de slag te gaan om de bolletjes iets meer op te pimpen. Ik ga wat bolletjes ontwikkelen met mos en dan met touw en ook wat gewoon met touw. Om het gewoon net eventjes iets specialer te maken. Zoals je ziet heb ik op verschillende manieren de bolletjes ontwikkeld. Ik heb er wat met mos gedaan en touw en wat helemaal met touw. En ik laat er ook wat gewoon natuurlijk. Je kan ook allerlei andere kleuren wol gebruiken. Dat is ook heel erg leuk. Eigenlijk kan je bolletjes met allerlei dingen ontwikkelen. Dus ja, vind ik altijd heel leuk effect geven. Maar vandaag hou ik het een beetje natuurlijk. Dan ga ik nu weer de ondergrond erbij pakken. Want dan kunnen we het daar mooi in gaan zetten. De ondergrond zelf is echt al heel tof. Het leuke is dat je echt van alle kanten doorheen kan kijken. Dus waar je het ook niet zet, of voor het raam of waar dan ook. Het geeft gewoon een heel leuk effect. Ik ga de bolletjes eventjes leuk verdelen. En dan ga ik ook nog wat natuurlijke materiaal toevoegen. Wat ook echt heel leuk is om er een lampje of zo bij in te doen. Of een lichtsnoertje. Of ik heb hier bijvoorbeeld een industriële lamp. Aan de andere kant van het frame. Wat ook echt heel leuk is. Maar je kan daarin je eigen ding doen. En dat geeft natuurlijk wel gelijk een hele leuke sfeer. Ik ga deze toevoegen, maar je kan bijvoorbeeld ook een licht snoertje toevoegen. Of het gewoon zonder lampjes doen. Ik voeg ook wat bolmos toe. Dit brengt gelijk wat rust in het stuk. Soms dan breek ik het bolmos gewoon en kan je het gewoon zo verdelen. En dit doe ik ook met wat schors.
wat Silantia en dat voeg ik in hele kleine beetjes er nog bij tussen. En wat witte gewaksen takjes. Daardoor komt gelijk die kleur weer terug. En je kan ook net even ietsje meer aan toevoegen aan decoratie. Je kan het wat lager houden. Je kan het ook iets in de hoogte doen. En zoals je ziet hebben we dan echt een heel leuk voorjaarsstukje. Je kan echt heel leuk met bolletjes werken. Je kan ze op zoveel verschillende manieren verwerken. En daarom ja, werk ik er ook gewoon heel graag mee. Dus vind je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Wil je dit pakket nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Jullie hebben voor mij een winnaar te goed. Want heb jij iets gedeeld aan Bloemwijk deze week? En heb je mij getagd op Facebook of Instagram? Dan maak je kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. En de winnaar komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag even contact met ons opnemen. En dan zorg ervoor dat de cadeaubon jouw kant op komt. Heb jij iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Of heb jij gewoon leuk bloemwerk gemaakt? Deel het op Facebook en Instagram. Tag mij. En dan maak je ook kans op een cadeaubon. Ik zal mijn Facebook en Instagram ook eventjes hieronder neerzetten. Dan kun je me daarin vinden. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!